speels te maken, de factoren stilzetten. Moet ik natuurlijk wel zeggen dat het motorvermogen in deze teamfight lightklasse wel een beetje hoger ligt. Het eigen gewicht ligt op de 1200 kilo van deze machines. Dus dat speelt allemaal passen aan de achteren van de tweevaart. Dus dat denk ik hier ook serieus aan de bak zal moeten om deze machines tot stoppen te brengen. De tegenstelling tot waar je heerlijk voor heel veel van de deze man al op 4 stoppen. Dat hij jou dan bijna 4 hebt. En wij hebben het even toe waar het niet zo duur is, maar de 4 op stoppen. En een zitteling die je eigenlijk, ja, je kan het eigenlijk al van een zitteling noemen. Maar je ziet tegenwoordig heel veel machines in de samenklasse die rijden met zo'n extra bijzetwieltje. Dat noemen we normaal een cultuurwiel. Die worden gebruikt in de akkerbouw en tussen de rijen, aandacht het bijvoorbeeld een bieter door te rijden, zonder eroverheen te rijden. En ja, dat is toch een gouden greep gebleken door die zijn meestal wat lager dan de originele banden. En de gedachte erachter is dat je dit gaat. De originele banden die drukken in, die worden wat platter en daarna komt automatisch dat kleine wieltje gaat meewerken, waardoor je een veel breder oppervlakte hebt met tractie op de baan. Ja, daar is ooit eens iemand mee begonnen en dat is nou tegenwoordig veel geïmiteerd, moeten we zeggen. En dat is reglementair.